en welkom bij UNOP. Dit is onze opleidingslocatie in Rotterdam, de mooie Van Nellenfabriek. De Van Nellenfabriek was vroeger een fabriek. Hij werd gebouwd in 1930 en was toenertijd heel modern. De Van Nellenfabriek was een van de eerste fabrieken met daglicht. Normaal stonden arbeiders in het donker, maar door alle ramen kwam het daglicht naar binnen. Van 1925 tot en met 1995 was de fabriek nog in werking. Er werd thee, koffie, tabak en kauwgom gemaakt. De fabriek staat sinds 2014 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Tegenwoordig is de Van Nellenfabriek een plek voor events en vergaderingen. Nou, onze opleidingslocatie zit gevestigd bij ingang 2. Vervolgens pak je de trap of de lift naar de 5e verdieping, genaamd Tabak 5. Welkom in onze opleidingsruimte. Ik zal jullie rondleiden. Nou, meteen aan je linkerhand heb je al een hele kleine breakout room. En daarachter hebben we een iets ruimere breakout room. In de huiselijke stijl wat op een UNOP, wat typeert is een UNOP. Ik zal even kort uitleggen wat breakout rooms zijn. Het zijn kleine ruimtes waar jij met jouw deelnemers de oefeningen kan oefenen die jij bij de opleiding leert. Dus zo kunnen jullie in alle rust de oefening goed doornemen, bij elkaar uitvoeren, zodat je goed leert hoe het moet eigenlijk. Nou, en dit is onze kantine. Mooie ruime kantine. Hier lunchen we met z'n allen. Kan je ook gebruiken als breakout room. Dat je gewoon de oefeningen met elkaar kan doornemen. Jullie leren elkaar goed kennen. En je kan altijd gewoon koffie en thee pakken, dat is geen probleem. En dit is de opleidingsruimte. Hier geven onze trainers en onze coaches de opleiding aan jullie. Het is een hele fijne ruimte. Heel veel licht, heel open. Ik voel me heel erg fijn hier. Het is heel huiselijk. En ik hoop jullie hier snel te zien.